echt bang ben dat we een ongeluk maken of zo. Ja, het is hier echt doof. Hoi allemaal, goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar mijn allereerste weekvlog. Zoals jullie misschien wel zien, sta ik op een vreemde plek. Ik ben namelijk lekker in Spanje. Ik zit er nu bijna een weekje en ik heb tot nu toe nog niks gevlogd. En toen kwam ik op het idee dus om een weekvlog te maken. Want ik had zelf geen zin om echt elke dag de hele dag te filmen. En dan weer elke dag te editen en weer allemaal titels te moeten bedenken waar ik echt super slecht in ben. Dus ik dacht, misschien is het leuker als ik gewoon elke dag een beetje film. En dan dus een weekvlog ga maken. Ik ga jullie alvast vragen, wil je nou dat ik gewoon vanaf dit moment gewoon elke week standaard een weekvlog upload op bijvoorbeeld maandag? Doe dan je duimpje omhoog, want bij 2000 likes ga ik elke week weekvloggen. Het is nu 10:30 ochtends en we zitten trouwens in Torrevieja. Want voor degene die het nog niet weten, Tigo's ouders hebben hier een appartement. En daar zijn we nu lekker in totaal 3 weken. En we hebben nu nog lekker 2 weken te gaan. Maar we staan op het punt om lekker naar het strand te gaan. We gaan eigenlijk elke dag naar het strand. Super lekker. Het is namelijk heel erg warm hier in Spanje. 2 dagen geleden was het zelfs 40 graden. Maar ik heb dus mijn bikini aan. Ik heb dit leuke topje aan van Zavool. En dit broekje ook. Die heb je ook wel kunnen zien in mijn try-on haul van Zavool. Waarin ik echt super veel bikinis heb laten zien. Ik kan vandaag helaas nog geen beelden in de zee maken. Want ik ben er dus achter gekomen dat ik mijn GoPro heb meegenomen zonder SD-kaart. Dus ik moet vanavond of morgen eventjes een nieuw SD-kaartje kopen. We gaan meestal een beetje naar verschillende strandjes. En vandaag gaan we naar La Zenia. Dus ik zal jullie laten zien hoe het er daar uitziet. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Elke keer komt er zo'n gek busje die allemaal dingen omroept. En ik heb geen flauw idee wat het is. Maar ik zal even snel een tour geven van dit huisje. Dit is dus het balkon waar ik op stond. En dit is dus het uitzicht. Daar hebben we Tigo. Hallo iedereen. En dit is de woonkamer. Het is wel een beetje een troep. We hebben het niet opgeruimd speciaal voor deze vlog. Oh, er zit een spinnenweb aan mijn been. Meen je niet? Ja. Nou, daar hangt de was. Parasol nemen we zo mee. Een eettafeltje. Nou, die doet het niet. Nou, dit is in ieder geval de keuken. Koelkast. Tada. En dit is dus het keukentje, wasmachinetje. Nou, dan hebben we hier een slaapkamer met 2 bedden. En hier ligt onze koffer en hier slapen wij zelf niet. Dan hebben we hier de master bedroom. Ik heb even een klein beetje dat rolgordijn omhoog gedaan. Maar dit is dus waar wij slapen. Het is niet opgedekt of iets. Dit is mijn kant, alles ligt lekker op de grond. En hier hebben we de kledingkast. Zo, hallo. Met onze kleding. En jongens, hier hebben we de badkamer. Echt een bende, jongens. We hebben dus een huurauto. En in Spanje is het heel lastig om een auto te huren op onze leeftijd. Of je betaalt superveel geld bij. Maar Tigo's vader heeft een Spaanse vriendin. Dus die heeft geregeld dat wij een auto konden huren. We hebben wel een klein autootje zonder airco. Maar dat maakt niet uit. Erin. Allemaal deuken erin. Maar goed jongens, we zijn er blij mee. Want we hebben een auto. Dit is hem. De Toyota Yaris. Prachtig. En we hebben dus geen airco. Dus we rijden elke keer met het raam open. En dan zit hier lekker vogelpoep. Maar ja, we gaan nu dus alle spullen in de auto leggen. En dan gaan we lekker naar het strand. Lekker met het raampje open. Zo, we zijn bijna bij het strand. We hebben hier de auto neergezet. Altijd lastig om een plekje te vinden. En daar in de verte is het strand. Dus daar gaan we nu lekker heen lopen. We zijn lekker aangekomen op het strand. We gaan hier lekker liggen. We gaan de parasol opzetten. Hier achter is lekker de zee. Dus daar ga ik zo gelijk in. Jammer dat ik jullie nog niet mee kan nemen. Maar hopelijk de komende week wel. En dan gaan we lekker genieten vandaag op het strand. Inmiddels is het iets van 5:15 en we zijn alweer een tijdje terug in het appartement. En we zijn nu lekker samen aan het koken. We gaan lekker pasta Siciliana eten, a.k.a. Happy Italy recept die we hebben nagehaald. En Tigo gaat even een meloen snijden. Maar wat super leuk is, we hadden het dus vanmiddag over dat we naar een hotel aan het kijken waren in Valencia. En we hebben dus een appartement geboekt voor 1 nacht. Dus we gaan morgen naar Valencia en daar heb ik echt super veel zin in. Ik ben er nog nooit geweest en jij wel toch? Ik ben er al een keer geweest, het leukste. Ja, en het wordt dus best wel slecht weer hier, maar daar wordt het iets beter. Dus ja, we dachten als we willen gaan moeten we morgen, anders is het veel te warm als je met 34 graden in de stad gaat lopen. We gaan nu lekker eten. Eet smakelijk. Bon appetit. Goedemorgen jongens, het is dinsdag 13 augustus, de volgende dag. En wij zitten nu in de auto, want waar gaan we heen?
Valencia. We zijn nu bij het tankstation, want we hebben even getankt. Het is namelijk 2,5 uur rijden en misschien nog wel langer. En ik zit helemaal onder de puistjes, dus don't mind. En ik heb net lipgloss opgedaan, maar er staat nogal wat wind. Dus elke keer vliegen die haren in mijn lippen. Dat is niet zo fijn. Maar ik heb in ieder geval echt super veel zin om naar Valencia te gaan. Want ik ben er dus nog nooit geweest. En het is dus, zoals je misschien kunt zien, wat minder weer vandaag. Dus ik dacht, nou, dat is helemaal perfect. En dan kunnen we leuke fotootjes maken. En lekker eten. En lekker rondzwerven. En leuke dingetjes doen. Ja, gezellig. Leuk. Heb je er zin in? Ja. Ik ook. Nou, ik zit weer met die Google Maps natuurlijk. Hoe gaan we dat eventjes goed? Nou, dan moet je het gewoon dat adres moeten hebben, toch? Dit is trouwens wat ik aan heb. Dit kanten topje heb ik nieuw van de Zara. En ik heb deze belpack van Bershka aan en mijn broekje van Bershka. Oké, jongens, we hebben even een tussenstopje in Elsje. En we wilden even naar de Mac, want ik wil graag koffie. Ze hebben hier zo'n Maccafé, maar hij gaat pas 11 uur open en het is nu precies 11 uur. Dus we staan voor een dichte deur en we zijn straks de eerste klanten. Daar heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, Tigo, jij ook niet, hè? Ik ook niet. We hebben het hoor. Het ziet er zo anders uit als in Nederland. Tigo heeft een latte en ik heb een karamel latte met echt een hele dikke laag karamel. Oh nee, oeps. En ik heb lekker een broodje. Ik weet niet wat het is. Volgens mij zit er ham op of zo. Zo ziet hij eruit. Het is met ham en tomaatachtig. Lekker hoor. Oké, ik ga hem eens proeven. Let's give it a try. Apart. Gaan we maken. Inmiddels zijn we alweer een tijdje gearriveerd in Valencia. We zoeken alleen nu de parkeergarage van ons appartement. Het is hier alleen zo druk en lastig en een doolhof. En ik kan helemaal geen kaart lezen. En Tigo die is aan het rijden, dus die kan het ook niet doen. Dus we hebben Google Maps aan. Maar ja, het is zo ingewikkeld hier. Ik kan het echt niet. En ik hou elke keer mijn hart vast, omdat het dan weer een auto van die kant komt. Dan weer van die kant. Alles loopt hier door elkaar. Ik hoop het. Ik zit even te kijken. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat ik niet rij, want dit ging helemaal fout. Ik ben echt bang dat we een ongeluk maken of zo. Ja, het is hier echt doof. Ja, ik vind het echt niet leuk. Dus ja, ik hoop dat we het vinden. Aangezien we ook echt super nodig moeten plassen. Wish us luck. Oké, jongens, we hebben het eindelijk gevonden. We gaan nu naar binnen. Zo, het was heel lastig, maar we zijn er. We made it. Echt groot, jongen. Oh mijn god. Het is gewoon echt een appartement. Woe. Even kijken waar het bed is. Zit helemaal hier, man. Kijk dan hoe cool. Tigo, dit is gewoon een huis. Ojo. En kijk hoe leuk uitzicht. We kijken gewoon in die winkelstraat. Dus het was dus eerst al een heel gedoe om die parkeergarage van het hotel te vinden. Op een gegeven moment moesten we, zeg maar, gewoon doen alsof je door die fontein reed of zo. Dat stond er dan beschreven in het Engels. En normaal mag je daar helemaal niet rijden. Dus daarom konden we het niet vinden. We hebben echt 10.000 rondjes gereden. Toen was ik hier. En toen was het allemaal met codes en met pasjes. En het was zo lastig. En Tigo moest dan de auto parkeren. Toen was ik Tigo weer kwijt. Nou, toen heb ik het echt nog een keer aan die vrouw gevraagd hoe het nou allemaal zit. En die vrouw dacht echt van, snap je het nou nog niet? Toen was ik weer vergeten welk nummer we nou hadden en welke verdieping we zaten. Maar we hebben het gevonden, dus ik ben zo blij dat we er eindelijk zijn. En het is super mooi. Ik zal snel een rondleiding geven. En daarna gaan we lekker naar buiten, want we zijn hier natuurlijk voor de stad. Oké, hier kom je dus binnen en dan gelijk aan je rechterhand heb je de badkamer. Handdoekjes. En een wastafel waar gelijk gebruik van wordt gemaakt natuurlijk. Een super mooie regendouche. Hoe leuk. Een toilet. Dat is echt ruim hier, man. Nou, en dan gaan we dus hierheen. Dan heb je hier een super grote tv. Een bank. Hallo zeg. Een koelkast. En dan ook nog eens een super mooie keuken. En een eettafel. En dan hier hebben we dus de slaapkamer. Kijk hoe nice en een hele grote kleedkast. Jammer dat we hier maar één dag zijn. Maar ja, wat een luxe allemaal. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Dit is echt bizar. We kunnen hier helemaal gaan koken, Tigo. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Jammer dat we hier maar één dag zitten, joh. Ja. Dit is mooier dan ons appartement, geef toe. Veel mooier. Ik ben heel blij. Ben je ook blij? Yay. En wat gaan we nu eigenlijk doen? We gaan nu de stad in, natuurlijk. En waarheen?
Hoe heet dat ding waar ik heen wil? Oceanic. Nou, er is één ding hier in Valencia. Hij zegt Oceanic. Maar dat is een supermooi fonteinachtig iets. Daar wil ik heel graag heen. Ik wil sowieso overal heen. Maar ja, we zijn hier maar één dag. Dus we moeten snel naar buiten gaan. We lopen nu midden in Valencia. En we lopen nu in de winkelstraat. Superleuk. Wat is jouw eerste indruk? Ja, hartstikke gezellig en een leuke Spaanse stad. Ja, het ruikt ook echt lekker naar eten hier overal. En we gaan nu dus denk ik bijna een uur lopen of zo. Dan heb ik misschien waardigheid. We zijn nu ongeveer op de helft en we zitten nu in een of ander tentje. Die gaat even lekker een sandwich. Wat zit er allemaal op? Weet je dat niet? Ei, tomaat, sla. Een soort saus. Is lekker. Schrik zich wild. En ik heb lekker een smoothie. Shirtje aan, want ja, ik maak even wat Insta-foto's en elke foto hetzelfde shirt is niet zo leuk. Maar ik sta hier nu bij echt een super mooi water en hier achter me allemaal mooie gebouwen. Ik vind het hier echt zo mooi. Kijk jongens, I love it. Ja, is weer bezig met een andere outfit. Ze staat ook... Oh nee. Dit is mijn derde outfit. Ik dacht dat het je onderbroek was, maar het is gewoon nee, een broekje. Niemand heeft mijn BH gezien hoor. Alles kan in Espanol. Ik weet niet of dit mag, maar ik doe het. Staat daar rustig ook gewoon een beveiliger. Bij mijn vinger hier. Maar ja, alles voor de foto zeggen we dan, hè? We zitten even lekker ergens wat te drinken, want we hebben echt heel veel gelopen en we hebben super veel dorst. En vanavond willen we sushi eten, maar blijkbaar zijn alle sushi tenten pas rond 8 uur, half 9 open hier. Heel weird, maar ja. Ja, ze eten tijd hier hoor. Ja, heel apart. Zijn we niet gewend. Het is inmiddels 5:30 en we zitten bij Taco Bell. Ik ben hier nog nooit geweest en ik heb zo'n mini taco en Tiro bier, want dat was een actie. Ik heb een beetje trek en ja, wachten tot 8:30 voor de sushi. Dat doen we al even, dus we gaan het even eten en dan gaan we daarna weer verder. Het is 8:15. En we zitten lekker in een sushi restaurant. We zijn letterlijk de enige met nog één stel. Omdat natuurlijk de tent pas net open is. Want ze eten hier echt super laat. Maar we hebben onze eerste sushi en het ziet er wel echt super goed uit. Dus we gaan lekker eten. Kijk hoe lekker dat eruit ziet. Eet smakelijk. En we hebben weer een nieuwe ronde. Echt zo lekker. Met avocado en zalm en geen spiesjes. Kijk hoe goed het er weer uitziet. We hebben net super lekker gegeten en we hebben nu zo'n bubble tea en ik heb een mango en aardbeien en bolletjes. Super lekker. En wat is jou ook alweer? Jou komt er zo aan. Aardbeien en banaan. Aardbeien en banaan. Ja. Dit is Tigo's eerste keer bubble tea. Ik wist niet dat er van die belletjes in zaten. Ja, die vind je dat lekker? Dat is bubble tea. Ik denk, wat krijg ik nou voor balletjes in mijn... Mag ik eens proeven? Mag ik het spoelen? Ik heb nog niet geproefd. Ik krijg een bobbel. Goedemorgen, het is woensdag 14 augustus, de volgende dag. En het is nu 8:30 ochtends en we lopen al lekker in Valencia stad. Gisteren zijn we hier natuurlijk aangekomen. En we gaan nu een leuk tentje zoeken om te ontbijten. Want we zitten in een appartement, dus we hebben geen ontbijt erbij. En ik kon niet meer slapen omdat ik allemaal wat je nu op de achtergrond hoort, ook in het appartement hoorde. En ik vind het helemaal geweldig om hier te lopen. Nou, er nog zo weinig mensen zijn. Ik vind dat echt heerlijk. Zo, we zitten gezellig in een tentje. Het is hier echt super leuk. Industrieel ingericht. En ik heb Tigo, we hebben allebei lekker granola met yoghurt en aardbeidjes en jam. En ik heb een latte macchiato en Tigo heeft een chuderans. Eet smakelijk. We zijn inmiddels aangekomen op een strandje. Echt in een super lokale streek. Want we kwamen hier voor een supermarkt en toen kwamen we erachter dat hier ook een strand was. Dus de supermarkt konden we niet vinden en toen kwamen we bij een bakkerijtje en hebben we lekker broodjes gehaald. Die liggen daar in dat witte zakje. Maar dit is ook een hondenstrand, want aan die kant heb je dus heel veel honden. En dan heb je een lijn en dan hier heb je dus geen honden. En het is hier mega groot, dus wij gaan hier lekker de hele dag troevelen. En dit ligt dus ook nog bij Valencia, dus het is echt super leuk. Hier zijn we dus en dat strand loopt helemaal tot daar.
En helemaal vanaf daar verderop komen wij dus vandaan en hebben we onze auto geparkeerd. En daar zijn dus die honden. En hier liggen wij. Ik zou jullie trouwens even de broodjes laten zien die we hebben gehaald bij het bakkertje. Ik heb hier lekker een broodje met kaas en spinazie en zo'n groot ding met kaas en met ham. We moeten nog wel vanavond 2,5 uur terug. Dus we hebben besloten dat we dan op de middenweg ergens bij KFC of McDonald's of zo gaan eten. Maar nu gaan we lekker heel de dag hier liggen. Het is inmiddels 6:30. We zijn alweer een hele tijd van het strand af. En we hebben net meer dan een uur gereden. En we zitten nu lekker bij de Mac, want we hebben super veel trek. En we moeten straks nog een uurtje terug. Diego, wat heb jij? Een Big Mac, patat en cola. En ik heb een kipnuggets, een cheeseburger en lekker patat met bacon en kaas. Hallootjes! Goedenavond! Het is bijna 6:45 en het is donderdag 15 augustus, de volgende dag natuurlijk. Vanochtend toen wij naar het strand gingen, kwam ik erachter dat ik mijn camera was vergeten. En deze man hier had geen zin om terug te rijden. Sorry mensen. Het is nu... We hebben ook niks bijzonders gedaan. Ja, we zijn lekker naar het strand geweest en we hebben net even boodschappen gedaan. Tada! Dit is voor... Oh, dat zou ik daar niet in leggen, want het is nu nog lekker vers. We hebben van alles gekocht. We hadden ham gekocht en kaas en donuts, avocado, salade voor morgen, water en stokbroodje. Dit gaan we nu eten. Gegrilde groenten met een kies. Ziet er raar uit. Ik weet niet eens of het wel een kies is, hè? Misschien is het wel wat anders. Ja, het is tortilla. Een tortilla is geen kies, maar het maakt niet uit. Maar het is een tortilla. Oh god, nee, dat moet zo niet. Nou, dan gaan we zo lekker opwarmen. Lekker makkelijk. We houden niet zo van koken in dit warme weer. Maar ja. Oh, en 2 banaantjes. En we hadden ook nog aardbeien. Oh, die staat daar. Dus wij gaan dit nu allemaal klaarmaken en dan gaan we zo lekker eten. Kijk jongens, ziet er lekker uit toch? Lekker gezond. En dit is de, ik weet niet wat het is, we gaan het zo proeven, ik ben benieuwd. Het lijkt op een hele grote ei. Heel groot ei, ja. Oké, let's give it a try. Het ruikt echt wel een beetje naar kies. Tortilla. En? Ik vind het wel lekker. Maar het is niet echt een kies. Het smaakt ook wel weer naar een roer ei of zo. Er zit ook wel ei in verwerkt. Gewoon lekker. Goedemorgen, het is vrijdag 16 augustus, the next day. En we zitten nu in de auto, want we gaan lekker naar het strand. En nu heb ik wel mijn camera mee, want gisteren was ik hem dus vergeten. En naar welk strand gaan we, mijn lieve heer? Naar Marta Beach. Kijk hoe bruin hij eruit ziet. Ik ben hartstikke wit, man. Dan heb ik het over mijn haar. Nou, mijn haar is geel. Diego zegt elke keer dat hij wit is. Nou, ik lijk wit. En ik kan helaas nog niet in de zee filmen, maar vanavond ga ik een nieuw SD-kaartje kopen voor in mijn GoPro. Dus dan kan ik vanaf morgen eindelijk onder water beelden maken. Want ja, dat gaat nou niet. Ik ga niet met deze camera het water in, want dat is niet zo slim. Dan gaat die kapot. En vanavond gaan we waarschijnlijk bij een Chinees eten, maar we weten het nog niet zeker. En ik neem jullie dus weer lekker mee. We gaan nu eerst even een stukje rijden. En ik heb deze bikini vandaag aan van Naked. En deze... Oh, dat is een wasmand. Daar zit mijn camera in. Dit is een kimono of wat het ook is. Die staat vol. Die gaat dat aan. We zijn lekker aangekomen op het strand. En we liggen hier. Lekker aan de zee, kijk. En er zijn best wel vol vandaag. Dus we gaan nu gelijk lekker zwemmen. We gaan even lekker een broodje eten. Ik heb een broodje met kaas. En Tiffany, wat heb jij erop? Inmiddels is het 6:30 en we zijn alweer een hele tijd terug in het appartement. Het was echt een super lekker dagje op het strand. En er stonden super hoge golven, dus we hebben lekker gezwommen. En ik heb net gedoucht, vandaar is mijn haar nog nat. En ik heb me even aangekleed. Ik heb dit jurkje aan van Naked, deze beltback van de Bershka. En dat is al mijn outfitje. Maar ik wacht nog even op Tigo en dan gaan we zo lekker wat eten. We weten alleen nog niet waar. Ik zei dus dat we bij een Chinees gingen eten, maar... Dat wordt hem denk ik niet meer. En we gaan daarna nog even door naar de La Zenia Boulevard. En dat is een heel leuk winkelcentrum. En dan ga ik denk ik even iets lekkers halen van een Starbucks of iets anders. En een SD-kaartje. Want dan kan ik filmen met de GoPro in het water. We zijn toch beland bij een soort Chinees. We zitten in zo'n wokrestaurant. Kan je onbeperkt wokbuffetten. Super lekker. Ik zal laten zien wat we nu hebben. 3 sushi's, een kroekoek, een mossel en granade en zo. En dat heeft Tigo en we gaan straks lekker wokken. Zo, we hebben nu lekker even wat wokgerechten.
Love it. We hebben lekker gegeten. Ik heb niet alles gefilmd wat we gegeten hebben, want anders bleef ik aan de gang. Maar we zijn nu in de Mediamarkt en we hebben het SD-kaartje gevonden. Dus die gaan we afrekenen. En zo gaan we naar de Starbucks, toch? Als jij dat wilt. Ja. En ik kan met die, kan nu eindelijk GoPro-beelden maken. Ik heb echt al 10.000 SD-kaartjes, maar ik vergeet altijd alles mee te nemen. Ik ben heel erg chaotisch. Julia gaat eventjes iets bij de Starbucks halen. En frappuccino vanille toch? Wat? Frappuccino vanille. We zitten lekker bij de Starbucks en we hebben allebei een frappuccino. En Tycho die heet vandaag. Ik heb altijd een andere naam bij de Starbucks. Hey, nu heet ik weer Gio. Ja, het lijkt een beetje op mijne. Het lijkt een beetje op Julia. Gio. Ik zeg Tycho, maar misschien stond ik Tio of zo. Gio, nou het zal. Tycho heeft vanille en ik heb fraise. Goedemorgen, het is de volgende dag, zaterdag 17 augustus. En we zijn zojuist aangekomen op het strand. Vanochtend hebben we lekker ontbeten en onze spullen erbij gepakt. En dus ligt het lekker op het strand. Volgens mij ben ik ingezoomd. Oh nee, lijkt me zo. Gisteren heb ik dus een SD-kaartje gekocht in een GoPro. Tada. Ik ga jullie nu lekker meenemen in het water voor het eerst. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. Het is 5 uur en we komen zojuist terug in het appartement. We hebben lekker een dagje strand gehad, maar we waren er een beetje klaar mee. Dus we zijn alweer terug en we gaan nu lekker eten. We gaan wraps eten en ik zal het even laten zien. Hier liggen de wraps en dan doen we er sla op en kipfilet, een citroentje, roomkaas, tomaten en avocado. En Tycho die staat naakt, dus die is even weg. Het is bijna 7:45 en we zitten in de auto. We hebben een tijdje geleden alweer gegeten. We hebben allebei lekker gedoucht en ons opgefrist. We zitten nu in de auto en we gaan er wegrijden. We gaan namelijk naar het winkelcentrum, naar Habaneras. We moeten even zonnebrand kopen en misschien gaan we ook nog even wat lekkers halen. Iets van de Mac of iets anders, hè? Koffie. Ja hoor. Ja hoor. Ik draag dit. Dit toppie van Lovies. En dit rokje van Conquest Fashion. En Tycho heeft dat aan. Sarah en Sarah. Burst. Wat? Oh, dat shirt. Elke keer denk ik dat die van de Zara is. Burst. Oh, lekker zonnetje. We zijn net in het winkelcentrum geweest, maar het was super saai. Dus we zitten nu bij de Mac. Want ik heb weer trek. Echt heel erg. Ik heb lekker kip nuggets. En Tycho heeft een soft ijsje. En ik wilde een Oreo shake. Maar die is hier uitgekomen. Dus ik ga zo naar de Burger King voor mijn ijsje. Maar eerst lekker genieten van mijn nuggets. We zitten in de auto en ik heb eventjes een ijsje gehaald bij de Burger King. Met Oreo White of zoiets. En witte chocoladesaus volgens mij. Ik ben heel benieuwd. Dus dit ga ik lekker onderweg opeten. En dan gaan we nu weer terug naar het appartement. Goedemorgen, het is de volgende dag. Zondag 18 augustus. En we belanden zojuist weer in de auto. Want we gaan weer lekker naar het strand. We gaan weer naar La Mata, toch? Yes. En we gaan vanavond ook op het strand ergens eten. Dus daar heb ik heel veel zin in. We zijn lekker aangekomen bij het strand. We hebben lekker een plekje bij de zee. We gaan zo lekker gelijk zwemmen, want we hebben het super warm. Het is namelijk een hele warme dag vandaag. Echt een beetje benauwd. Dus het wordt lekker veel zwemmen. We hebben net lekker gezwommen. We gaan nu lekker zo'n kaasbroodje eten. We hebben nog een broodje. Tycho, wat heb jij erop? Favorito hoor. Ik heb er serrano ham op. Beetje smakelijk. Net zoals uitzicht. Het is 5:15 en we hebben lekker een dagje bij het strand gelegen. We zijn nu nog steeds op het strand, maar we hadden besloten om lekker bij het strand te gaan eten. We hebben al vertrek, dus vandaar zitten we er al. En we hebben nu een voorafje gekregen. Ik weet niet wat het is, een soort tortilla hart of zo. En allemaal van die dingetjes, maar deze is zo pittig. Mijn hele mond staat in de fik. En ik bij jou? Zelfs voor mij. En ik ben al gewoon gewend aan sambo en weet ik wat. Ja. En we hebben als voorgerecht tomatensoep en straks als hoofdgerecht een hamburger, dus super lekker. Voorgerecht is er lekker soepje en een broodje erbij en deze dingen hebben we al op en die waren super lekker met de saus. Heerlijk. Eet smakelijk.
smaak. Kan dat? Wat? Vind je jezelf een beetje als shit? Deze omlaag. We hebben ons hoofdgerecht, we hebben lekker een hamburgertje, patatjes. En dit is ons uitzicht. Lekker zee. Het is bijna 10 uur en we zijn echt alweer een hele tijd terug in het appartement. Het eten was super lekker. Ik begin nu alweer trek te krijgen. Echt erg. In Nederland moet ik echt weer stoppen, want ik vreet echt te veel hier. Ik laat de helft echt niet zien van wat ik hier allemaal eet. Maar ik snij vooral heel veel 's avonds. En ja, daar moet ik echt mee gaan stoppen, want je kilo's vliegen eraan. Maar goed, hè. You only live once, zeggen we dan. Maar ik ga bij deze de vlog afsluiten, want het is natuurlijk het einde van de week en morgen is het weer een nieuwe week. Doe nogmaals je duimpje omhoog als je wilt dat ik voortaan altijd elke week ga weekvloggen. Lijkt me hartstikke leuk, maar ik hoop natuurlijk ook dat jullie het leuk vinden, want anders heeft het ook weinig zin natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze eerste weekvlog vonden. En dan wil ik je bij deze heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!